Minister Robert Penu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren zijn portefeuille ter beschikking gesteld aan president Desi Bouterse. Dit meldt het NII in een persbericht. De aanleiding is het gerezen principieel verschil van mening tussen enerzijds de minister en het VOS-directeurenberaad. In zaken onder meer de aanpassing van de fingerende overurenregeling voor leraren. De president heeft de ter beschikkingstelling van de portefeuille in beraad. Het staatshoofd heeft toen besloten vicepresident Ashwin Adin te vragen om in overleg te treden met het VOS-directeurenberaad en al het andere te verrichten ter continuering van het onderwijs in ons land. Dit is intussen gebeurd. Met deze garantiestelling doet het staatshoofd tevens een oproep aan alle onderwijsgevenden en directies van scholen om hun onderwijstaak te vervullen in het belang van het Surinaamse kind. Het belang en de toekomst van de opkomende jeugd staat centraal in de ontwikkelingsvisie van de regering. Het is nog steeds niet duidelijk of de president het ontslag van Penu heeft aanvaard.